Een jubileumotto, de onthulling van een speciale gedenksteen, een expositie en een vernieuwd carnavalslied. Alle ingrediënten waren dinsdagavond aanwezig voor de start van het 55-jarig jubileum van carnavalsvereniging De Kussengatters in Veghel. Vandaag vieren we de aftrap van ons jubileumjaar als mede de aftrap van een nieuw carnavalsseizoen dat we in volle hevigheid gaan vieren. We zullen op verschillende momenten stilstaan bij ons jubileum en ik nodig jullie alle van harte uit bij deze evenementen. We gaan beginnen. Dankjewel en alaaf! Na het hijsen van de nieuwe vlag met de kussenkont was het tijd voor Yvonne Kanters om het vernieuwde carnavalslied te laten klinken. De buitenstaander zegt in Veghel is nooit iets te doen, maar met carnaval geeft iedereen een van katoen. Ze weten immers niet hoe Veghel feesten kan. Ons Meijerijse dorp staat altijd bovenaan. In Veghel viert men carnaval. Ja, ta, 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 ta. Vervolgens ging het gezelschap naar het begin van de Kalverstraat voor een serieus moment. De onthulling van een speciale gedenksteen en de inzegening daarvan door pastor Arts Mulders. En nadat burgemeester Kees van Rooy samen met groot erekus Ina Adema een lint had doorgeknipt, kon de speciale jubileumexpositie in het raadhuis worden bekeken. De erekus was blij weer even terug te zijn onder haar vertrouwde kussen. Dat voelt heel erg goed. Dat voelt als een warm bad en het is natuurlijk fantastisch dat de gelegenheid om terug te zijn het 55-jarig bestaan is en de start daarvan. En als er nou iemand is die weet hoe 54 na 55 jaar gaat, dan bent u het wel. Zeker, ik ben net zo oud als de kussengatters, dus alleen al dat geeft natuurlijk een band. Ja. Wat vind je van het feest hier vanavond? Nou ja, dat was inderdaad een feest. Het was een feestje. Een hele mooie start van een heel bijzonder jaar. En ja, de kussengatters laten zien dat ze feestje kunnen organiseren. Maar bovenal laat het ook zien wat de verbondenheid van de carnaval is. En dat is iets wat ook Brabant kenmerkt. En ja, de kussengatters dragen dat op een fantastische manier uit. En ik ga ervan uit dat een kussengat er een heel mooi carnavalsjaar van gaat maken terwijl ze 55 wordt. En dat maakt u ook mee? Natuurlijk maak ik dat mee. Ik kom natuurlijk niet bij elke gelegenheid. Maar ik heb al een paar data gekregen waarop het meer dan de moeite waard is om te komen. En ja, dit is niet de laatste keer dat ik hier ben. Volgens Kussengatter voorzitter Han Verzandvoort wordt 2023 een mooi carnavalsjaar. Dat wordt fantastisch. De opkomst hier was super. Heel veel mensen, heel veel aanwezige mensen, ook buiten Kussengat. Andere verenigingen zijn gekomen. Natuurlijk verschrikkelijk mooi dat de burgemeester van de Meijerijstad, meneer Van Rooy, aanwezig is. En de commissaris van de Koning, mevrouw Adema. En dan is het een eer en dan ben ik een trotse voorzitter om dit te mogen aftrappen. En dat we dan vervolgens een ongelooflijk mooi jaar gaan meemaken. Daar ben ik van overtuigd. 5 keer 11 gaan we zelf. Dus daar gaan we ook mee van start. En ook een mooi lied. Nieuw lied, een oud lied, maar opnieuw ingezongen. Daar zijn we ook heel erg trots op. Die gaan we ook overal inzetten, daar waar we kunnen. En dan vervolgens dat we zo'n verschrikkelijke mooie tegel daar aan het begin van de Kalverstraat mogen onthullen. Wat eigenlijk dan over 10 jaar en over 15 jaar nog te zien is. Ja, dat is natuurlijk een mooie herinnering aan deze festiviteiten. Eigenlijk kan 55 jaar Kussengat, kan eigenlijk al niet meer kapot. Nee, er moet iets heel raars gebeuren als dat wel zo het geval zou zijn. Dus alles wat de afgelopen 2 jaar is gebeurd, daar doen we niet meer over nadenken. We gaan feesten, we gaan er een mooi pleziertje van maken en we gaan beginnen. Dat is het motto. Maar we zingen.